Tijdens de coronacrisis lag het theater op zijn gat. Om dan thuis te gaan zitten leek me niks. Dus ik heb me aangemeld als vrijwilliger bij een zorginstelling. Nou, ik vind het zo fijn dat je er bent. Ik heb er recht op verheugd. Oh ja? Ja, een nieuwe vrijwilliger erbij is toch altijd een beetje spannend. Maar helemaal in dit geval. In de ouderenzorg mocht ik 10 maanden meelopen. Ik heb de achterkant van de zorg gezien. En ik heb heel veel bewoners ontmoet. Oude mensen met prachtige verhalen. Had u een goed huwelijk, meneer de Visser? Ach ja. De eerste paar jaren waren geweldig. Maar ja, die jaren die daarna kwamen, die hadden voor mij net zo goed telefonisch gekund. Ik heb ze achtergelaten en ik heb ze meegenomen. En dat is uiteindelijk de voorstelling Broos geworden. Ze willen gewoon hun ei luchten. Dat is het. Ze moeten gewoon hun hart kwijt. Hij was heel mooi gespierd, was die. Maar dan niet dat je het ziet, want daar hou ik niet van. Word ik ook op een dag uit mijn bed getild omdat ik het niet meer kan? Of weet ik niet meer wie ik ben of waar ik ben? Omdat als je ouder wordt, word je zelf steeds langzamer. En daardoor lijkt het alsof de tijd steeds sneller gaat. Ik zit hier niet graag. Nee, waar zit u dan wel graag? Nou, aan de keukentafel. Maar die is toch mee verhuisd? Ja, de keukentafel wel, maar niet het raam wat erbij zat. Oh, ik kan het allemaal niet meer volgen. Het gaat allemaal zo snel. Had ik er nou al suiker in gedaan? Nou ja,